Hey, Jakmaaert hier, InternetSuccesGids.nl en welkom in deze video. Uh, andere video als wat je normaal gesproken van mij gewend bent. Dit keer niet over internetmarketing of over affiliate marketing, maar over de prijs van de Bitcoin. Uh, ik heb hier gisteren, het is vandaag 8 december 2020 en uh, gisteren was het uh, 7 december 2020 dat ik dit artikel heb geplaatst. Een artikel geplaatst over het onderwerp hoe hoog kan bitcoin stijgen en het zal je vast wel zijn opgevallen of misschien wel niet dat de bitcoin eigenlijk de afgelopen ja, paar maanden um, aan een flinke stijging als het ware bezig is. Um, sterker nog, de afgelopen paar dagen of vorige week uh, kwam de bitcoin op het hoogste niveau ooit eigenlijk een paar, ja, paar honderd uh, sinds de top van 2017, maar in ieder geval de hoogste stijging of de hoogste koers tot nu toe. Um, dus bitcoin is ook weer wel wat meer in het nieuws. En in dit artikel gaat het erover van hoe hoog kan de bitcoin stijgen. En mensen die me al een tijdje volgen, die weten dat ik al best wel enige tijd in de bitcoin zit. Of in ieder geval wat bitcoin heb gekocht. En het eigenlijk ook nooit heb losgelaten. Ehm... Um, eigenlijk kijk ik vrijwel elke dag wel eventjes naar de koers van wat het is, um, ook gewoon omdat ik het heel leuk vind om te zien en ook gewoon omdat ik het gaaf vind van hey dit is toch een stukje ja, nieuwe technologie de blockchain. Uh, wat gaat er hier zo mee gebeuren en zeker omdat er zoveel mensen zijn ja, die je als het ware uitlachen uh, als je zegt van hey, ik heb bitcoin uh, die dan zoiets hebben van hey, um, die is toch al 20 keer gecrasht. <laughs> Terwijl die op het moment gewoon heel erg hoog staat. En uh, natuurlijk ook in vergelijking met andere jaren. Hij komt van nul. Uh, nu toch richting de 20.000 dollar gaat per bitcoin. Is natuurlijk best wel een heel bedrag. En dit artikel in ieder geval gaat het erover van uh, hoe hoog kan de koers van de bitcoin uiteindelijk worden. En ik heb daar zo geen idee van. Ik heb daar zo niet echt heel erg veel verstand van. Um, maar wat ik wel weet, en uh, dat is ook wat er eigenlijk in dit artikel ook gezegd wordt, is dat er zo'n 21 miljoen bitcoins uiteindelijk ooit gemind uh, kunnen worden. Dus gemaakt kunnen worden. Um, nou, dit is een, een vast aantal wat vaststaat wat er dus gemind kan worden. Um, als bitcoin in het jaar 2100 beleven er we wel zijn, um, ergens rond die tijd. Zit, dan kunnen er dus geen nieuwe bitcoins meer gemined worden. En ja, kunnen er geen nieuwe bitcoins meer gemined worden. <laughs> Hele rare zin. Um, wat er eigenlijk op neerkomt, dat er dus telkens meer uh, vraag komt uh, naar bitcoin. Of in ieder geval steeds minder mensen kunnen een volledige bitcoin uh, kopen. Daardoor, kijk maar naar bijvoorbeeld dure wijnen... Uh, hoe komt het dat ze vaak zo duur zijn? Nou, ten eerste omdat ze natuurlijk goed zijn, maar ook omdat er maar een beperkt aantal van zijn. En dat zul je uiteindelijk ook met de Bitcoin gaan krijgen, omdat het getal wat er van gemaakt uh, kan worden vaststaat. Nee? In plaats van met de euro of met de dollar, die kunnen bijgeprint worden. Dus daardoor worden je euro's als het ware telkens meer waard, uh, minder waard. Maar bij Bitcoin is dat dus eigenlijk het te tegenovergestelde. Um, er zijn mensen die denken dat de Bitcoin aan het eind van het jaar 2021 uh, zo rond de 300.000 dollar gaat komen. Uh, hier zo met allemaal uh, grafieken erbij. Um, maar uiteindelijk zijn er ook mensen die denken: van hé, hey, um, als we een x aantal jaren verder zijn, kan de koers echt gewoon naar 1 miljoen dollar per Bitcoin. Er um, zijn rekenmodellen voor en we kunnen met z'n allen niet in de toekomst kijken, maar het is wel iets wat mogelijk is. Kijken hoe hard de Bitcoin eigenlijk de afgelopen jaren is gegroeid. He, volgens mij zes jaar geleden stond hij nog op, laten we zeggen, 200 dollar of misschien nog minder. Um, zo hard is het gegaan dat hij nu gewoon op de 18.000 staat uh, en je hoort er niemand over. He, er is nog geen hype. Um, als die straks, als dat zou gebeuren, boven de 20.000 dollar uit gaat komen... dan is het echt de vraag van waar gaat die dan stoppen? Wat is dan de volgende stop? Gaat er dan weer een stijging van, laten we zeggen, keer 20 gebeuren? Eh, dat dit dus inderdaad daadwerkelijk op zo'n 300.000 slash 400.000 dollar komt te staan. Met Bitcoin, je weet het nooit, het heeft hoge, eh, hoge plafonds en diepe dalen. Het kan hard zakken, het kan hard stijgen... Um, dus we weten het nooit en het is echt altijd afwachten wat er gaat gebeuren maar het heeft wel gewoon heel veel potentie ja, als je ziet, Paypal zit erin, heel veel grote bedrijven beginnen in de, in de bitcoin te stappen het uh, begint echt wel volwassen te worden en ja, je ziet toch echt wel nogmaals dat er gewoon veel grote bedrijven in gaan stappen en uiteindelijk moet je zo denken, er kunnen er ooit maar 21 miljoen gemind worden um, en van alles wat er van maar een beperkt aantal zijn, ja... Zal de waarde stijgen, als het natuurlijk een nuttige use case heeft. Ik zal even een link naar dit artikel, zal ik in de omschrijving van deze video zetten. Ik hoop dat je wat aan hebt en ik hoop in ieder geval je interesse te kunnen wekken. Uh, Hier zo met de bitcoin. Ik ben geen expert op het gebied van beleggingen en investeringen. Ik doe ook vooral niet wat ik zeg. Maar misschien kun je zelf jezelf er eens in verdiepen. Om te kijken of het wat voor jou is of dat je het interessant genoeg vindt. Uh, uh, moet je natuurlijk zelf weten wat je ermee doet. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. En uh, bedankt voor het kijken van deze video. En tot een volgende video.